Hey mensen, welkom. We zijn er weer. Yeah, woe! Wegens overmatig succes van de vorige editie. Overmatig succes? Ja, het was echt niet normaal. Ja? Het was niet normaal. Wij gingen raten in deze video. Wie is de mooiste vrouw van Nederland? En daar hadden we natuurlijk wel wat leuke reacties op. Mensen waren ook wel een beetje verbaasd. Misschien leuk om een paar comments erbij te pakken? Ik wou zeggen, ik heb geen één comment gezien. Nou, laten we dat even doen. Ja, kijk, iedereen stemt natuurlijk op Marijn en Lies en zo. Weet je wel, gewoon, dat vinden die gasten vinden dat mooi eigenlijk hier in Nederland. Voor Morena mis een extra tier. Nog Morena waren mensen niet fan van. Wie is Morena? Ja, dat was die chick die wij ook niet wisten wie het was, maar volgens mij was het iets van X on the Beach of zo. Iets samen met Milo moeten doen. Wat doe ik dan hier nou? Ja, de stagiair van geluidseffecten had ook iets bewijzen. Dan krijg je Tia van de geluidseffecten, oké. Even door. Mickey underrated. Mickey van Frankie. Net een Big Time Rush aflevering met al die geluidjes. Dat is wel even commentaar. Op de geluidjes. Godverdomme. Waarom geen Jultje? Dan was het kiezen voor Supergirl ook makkelijker geweest. Zat Jultje er niet bij? Jultje zat er niet bij. Oh. Ja, waarom niet thuis? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is niet expres gedaan. Ik maak de quiz niet, zoals mensen weten. Maantje mag wel een A-team. Abby Hoes. Abby Hoes, ja. Morena. En nog eens. Maar in ieder geval, waanzinnig succes. En nu zijn we terug met de one and only Stefan de Vries. Want we gaan nu... Komt Milo niet. Met Milo kom weer niet. Nee, precies, ja. Nee, dus fijn dat je er bent. We moesten gaten vullen. Ben je goed in. Dus we gaan even kijken wie de mooiste vrouw is van de wereld. Dat is wel een statement. Ja, dat is wel even lastig, want dit worden allemaal mooie vrouwen, dus we kunnen niet zeggen van drek bij D. Oh, we gaan het eerst nu maken. Ja, ja nee, dus dat kan niet. Down bad hadden we het vorige keer. Ja, daar zat dan Amalia tussen. Down en Nikki down. Tutorials. Van down. Oké, dus we beginnen met de S-tier. Ja. Super wow. Super wow? Steady meme? Wow. Super wow. Ja, deze meme. Oh! Met die kleine man. In het restaurant. Maar super wow. Ja, dat wordt de bovenste. Super wow. En daaronder? Ah. Ah, de vorige hadden we aal, toch? Ja, dat is zijn nu, Aha. Die is knap. Ah, die zou ik ook doen. Ja? Ja, die is heel goed. Ah. B. Biertje? Ja, doe maar. Beetje. Beter wel. Beter wel. Ja, beter wel. C. Kom maar door. Leuk. Ja. Dit is echt mijn straatje. Down. Bad of down under? Dubbel D. Wat nou als je er niet knap vindt? Is het ook geen dubbel D? Dunner, broodje dunner. Broodje dunner. Weet je wat we natuurlijk ook hebben? We hebben ook de Frank-ranking. Eigenlijk D is op de lijst van Frank nog steeds voldoende. Dat betekent dat we geen onvoldoende kunnen geven vandaag. Maar dat gaat lastig worden. Doet iets verkeerd. Ja, heel goed. Mensen, vergeet niet te abonneren. Het zou waanzinnig zijn. Bijna 400.000. Hè? Dat is bizar, hè? Dat is niet normaal. Het is leuk als ze abonneren, toch? Dat is leuk, ja. Ja, dan kan je dat doen alsjeblieft. En als Stefan ook, die heeft bijna een miljoen. Tot wel een beetje minderwaardigheidscomplex eigenlijk. Ik heb dus vanmiddag geluncht en nu is mijn spalkje hier los. Wie beffen? Yo kijkers, JP hier. De mannen zijn vergeten te zeggen dat ze een blaadje hebben liggen waarbij elke dame een leuk feitje staat. Mede mogelijk gemaakt door die grappige editor genaamd Inde. Oké, dan gaan we beginnen met de eerste. Amber Heard. Amber Heard. Van Johnny Depp. Ja, die hè. Ja. Maar wat staat er nou achter? Heeft op bed gepoept? Ja, die heeft dus tijdens die, want er was een rechtszaak met Johnny Depp. Ja, en daar kwamen dus allerlei feiten van wie is nou kwaad geweest, wie heeft nou wat gedaan. En Amber Heard had dus in de hotelkamer op het bed van Johnny Depp gepoept. Dat vind ik echt walgelijk. Ja, super wow. Maar ik vind haar wel iets lekkers hebben. Ze heeft wel iets lekkers, maar ik vind het wel doodeng. Hè? Ik zou maximaal C. Ja, ik zou... Oh, dit is wel eng hoor. Doodeng. Nee, doe maar op een D. Maar hier is ze dan wel weer heel lekker. Nee, ja. D. Ja, D. Ja, dus D. Doet iets verkeerd hoor. Doet iets op bed. Dat is poept op bed. Doet iets verkeerd. Doet niet iets verkeerd. Dat is wat ze verkeerd doet. Angelina Jolie is natuurlijk in de prime. We hebben het over de prime. Angelina Jolie in de prime is... Ik was vroeger verliefd op haar. Ja, ik ook wel. Met Tomb Raider. Met de pistolen en zo met die heupen en dan met dat navel. Ja, waanzinnig. Ja, dat is niet normaal. Prime Angelina 3, super wow. Ja? We kunnen niet net zoals vorige keer doen van alles op. En dan uiteindelijk een super wow. Ja. Kan ook. Ja? Ah! Die zou ik ook wel doen. Ariana Grande heeft gespeeld in Victorious. Dat is waanzinnig. Wat een wijf. Ja, maar die is echt 1,50, hè? Die is heel is klein. Heel klein, ja. Maar die kan je wel dus door de kamer gooien met de benen zo op. Die komt bij jou echt tot je knie. Maar kan je daar echt zo heel klein, zeg maar, dat je dat vindt? Ja, misschien iets te klein. Ik vind niet dat seksappeal uitstraat net zoals Angelina. Nee, man. Nee, maar ik zou er wel echt zeker op B zetten. Ja, beter wel. Beter wel. Niet met C, met Commodore. Nee, ze verdient wel echt beter. Oké. Okay. Kan goed zingen ook, hè? Aantrekkelijk. Ja, dat heb jij sowieso met die meisjes en die zangetjes en die zingetjes en die dingetjes en die toontjes. Dat je dat dan gelijk weer geil vindt. Jongens, kom, speel even. Dit is voor mij. Ik vind het leuk. Oh, dat is altijd met vrouwen met jou. Dan denk je van, oh, maar ze zingt wel heel erg mooi. En dan staat ze er... Nee, maar het is toch gewoon aantrekkelijk als een vrouw iets goed kan. Ja, maar als ze lekker kan pijpen, bijvoorbeeld. Aantrekkelijk. Aantrekkelijk. Ja, dat zeg ik toch? Kun maar door. Beter wel. Oké. Okay.
We gaan door naar Bella Hadid. Model of the year 2022 en heeft The Weeknd gebald. Heeft The Weeknd gebald. Het is blijkbaar een statistiek tegenwoordig. Ik vind dat ook niet per se iets moois. Ja, dat is wel een afknapper inderdaad. Maar Bella Hadid vind ik minder mooi dan Gigi Hadid. Ik ook, ja. Kan je dus allebei eens naast elkaar zetten? Ja, rechts is Bella, hè? Ja. Links Gigi. Ja. Ja, nee, Bella, je mag voor mij echt op de D. Als je ook weet dat Gigi er ook is. Ja, stel je voor je date met Bella en je komt daar thuis, zit Gigi daar. Ja, dan heb je wel minderwaardigheidskrank. F*** de verkeerde, tyfussooi. Hoe zuur trouwens, als je voor je werk dan modellenwerk doet en jij bent gewoon de less fortunate. Ja, dat is de minder knap. Dat is wel knut. Heb je ook met tweelingen? Je hebt een tweeling, die lijken dan heel erg op elkaar, zijn bijna hetzelfde. Dan één van de twee is altijd net iets knapper. Ik ken dus een tweeling en eentje die heeft dus echt cup A en de andere heeft echt cup D. En die lijken gewoon, qua gezicht, lijken ze gewoon echt precies op elkaar. Dus ze zijn hetzelfde, behalve dat zij groot tieten heeft. Ja. Ja, dat is toch kut. Dat is echt super zielig. Ja, dan baal je. Helemaal als je als jongen dan met die ene date en je komt dan thuis en je ziet gewoon diezelfde, maar dan... Oh mijn god, stel je komt thuis en denk je van... Ja, gast, ze is echt hartstikke knap. Ja, ze heeft misschien wat kleinere borsten, maar hoe ze eruit, haar gezicht en haar mimiek. Ik ben echt verliefd op haar. Dan kom je er thuis en dan is die zus daar. Ja, dan is het wel, ja. Voor jou een reden zijn om het uit te maken. Ik en zou... proberen met haar te gaan. Ja, 100%. Ja. Gaan we door. Zo, we zijn wel streng, man. Trouwens, twee op D. Ja, maar we krijgen nog hele mooie. Cara Delevingne. We skippen Beyoncé gewoon. Oh, sorry. Beyoncé. Ja, die is wel... Kijk, die is super knap. Ja. Die heeft eigenlijk alles. Als jij over talent praat, dan is zij zeg maar wel... Ja, maar ook qua looks en zo. Alleen... Dansen. Ze ziet misschien iets te perfect of zo. Toch? En niet zo'n geil randje of zo. Ik word er niet heel warm van. To be honest. Ik kan mij gewoon niet voorstellen met een Beyoncé. Dat is gewoon. Het klinkt een beetje te Adama Leek of zo. Nee, nu doe je zelf tekort. Even echt. Dank. Even de moed. Wat vind jij van haar dan? Kijk, ze is ook heel netjes. Ze is wel bespraakt. Ze danst goed. Maar ook die manier van dansen en de manier van muziek. Het heeft niet iets geils. Het heeft gewoon iets meer klasse. Weet je dat Madison Beer heeft terwijl ze optreedt? Dat is dan een beetje dat geils en zo. Dan Beyoncé, dat is meer van. Dit is gewoon een superster. Dit is gewoon wauw, klasse, talent. Maar dat is niet iets geils. Waar zitten we hier nou voor? Wel voor echt. Geil. Geilheid. Ik heb misschien op de B. Ja, ik zit ook voor de B. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Mensen gaan ons echt haten voor deze lijst. 100%. Ja. 100%. Maar dat is leuk. Hier gaan we echt veel meningsverschillen over krijgen. Cara Delevingne is een flink crackverslaafde of andere snoepjes. Ik zie het. Ja, dat wist ik niet eens. Oh, ja. Dit vind ik zo onaantrekkelijk. Ja, dat haar is te kort. Nee, dat gezicht. Ik zit een beetje als mijn oude stagebegeleider. Echt zo... Oh ja, dat deed. Dit is echt iets verkeerd. Echt iets verkeerd. Dua Lipa. Droomvrouw van Frank. Oh, jij bent ook zo'n Dua Lipa fan. Ik begrijp dit niet. Ik kan me hier helemaal niet in vinden. Over s**tjepiel gesproken tijdens een optreden. Wacht, ik ga je even meenemen. Ik vind haar gewoon... Wordt er gewoon niet warm van. Het had ook een man kunnen zijn, voor mijn gevoel. Ik wil een glitterpakje zien. Oh, deze. Kijk, dit soort shit. Nou, oké, dit is misschien een heel slecht filmpje. Kijk, dit vind ik wel echt waanzinnig, man. Oh, is wel lekker, ja. And yet here you see two perverts observing the mating ritual of a most extraordinary creature. They will most likely not prevail successfully. Ja, kom op. Ja, maar pak eens een foto van haar hoofd. Dua Lipa. Oh. Kijk, nu heeft zij rood haar. En dit heeft Julia natuurlijk ook doen besluiten om rood haar te nemen. Ik zou daar op een C. C? Ja. Nee. Max. No. Nee, daar ga ik niet mee akkoord. Kun maar door. Nee, niet kun maar door. Ik snap het gewoon niet. Jullie... Hoe bedoel je, ik snap het niet? Ja, ik voel het gewoon niet. Hoe kan je dit niet snappen? Met het hoofd gewoon. Wat is er mis met dit hoofd? Nee, niks. Dus het is knap. Maar als we nu... Kijk, we zitten nu echt in de A-list tier. Ook in interviews en haar lach. Ze heeft het echt wel. Je gaat haar niet op C zetten. Oké, dan doen we B. Ja, beter. Ik ben hier niet zo eens. Maar oké, ik kan niet opeens dat jij C zegt dan we bijvoorbeeld op A zetten. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Gaan we de volgende. Emily Black. Dit is Emily Black. De meeste dromen zijn bedrog. Wat bedoelt ze daarmee? Waarschijnlijk omdat het in de ogen van mij een beetje Adama Leek, moet ze dat bedoelen. Maar dat is toch jouw ex? Ja, maar het is... Nee, die put, ja. Is dit een scoop? Dit is geen scoop, maar... Ik vraag luister. Nu, heb je haar gepaald of niet? I hate this channel. Ze heeft trouwens recent zijn borstvergroting gedaan. Ik zal even laten zien hoe het eruit zit. Dit had ze eerst. Het is wel gewoon borsten, maar niet per se heel goed. Ja, gewoon lekker. Nu is het echt gewoon... Kanon. In ieder geval. Ik ga het niet reten. Dat heb ik al gedaan. Deze pak jij. Ik ken haar dus van jouw video's. Nou ja, dat is wel gewoon geil. Ik kan haar ook niet hoger zetten dan Beyoncé en zo. Dus dan zou ik er ook een B zetten, denk ik. Geilheid. Ja. Ze kan toch meer geilheid hebben? Maar dan is het wel gewoon gelijk categorie Angelina Jolie. Ja, nee, dat is het niet. Eigenlijk moeten we deze gewoon deze doen. Eigenlijk wel. Ja. Nee, ik vind niet dat Emily Black boven Ariana Grande, Dua Lipa en Beyoncé kan. Hoezo niet? Nee, dat kan gewoon niet. Hoezo niet? Hoor maar dat lijstje erop. Nee, maar dat is toch... Ja. Dus? Ah. Ja, gaan we er echt boven zetten? Nee, dat kan niet. Nee, maar wat wil je? Wil je mee? Beter wel. Oké, dan gaan we door naar Emily Willis. Best female performer van 2020. Performer? Is dat een ster? Oh, oké. Ja, dit is mooi, want we hebben dus petje af. Dus we kunnen gewoon hier laten zien. Dat is waanzinnig.
Onze content, in algemene zin, je merkt het aan de recente video's, zijn vaak te vulgair, te grof. We moeten stukken eruit laten die eigenlijk heel erg grappig zijn, maar niet door iedereen geaccepteerd. YouTube remt ons heel erg af en wij willen grof zijn. Wij willen heel veel leuke grappen maken die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Daar staan wij eigenlijk bekend om. Dat kunnen we niet doen op YouTube. Dus hebben we iets bedacht. Petje af. En voor maar een klein bedrag per maand kan je daarvan lid zijn. En dat heeft heel veel voordelen. Dus kijk even snel mee. Je ziet video's zonder piepjes en blurs. En daarnaast heb je ook nog eens de video een dag van tevoren eerder dan op YouTube. Daarnaast hebben we extra content die exclusief voor Petje Af te zien is. Zoals een lekkere, vulgaire podcast met Emily Black. Met een Petje Af abonnement kom je ook in de Slotta Discord. Een community waar we ook nog eens extra's delen, zoals prijsvragen en winacties. Meer voordelen zijn onderweg, dus genoeg redenen om vandaag nog een grote speler te worden. Ik vind dit doet iets verkeerd. Doet echt heel veel verkeerd. Doet echt iets verkeerd. Emma Watson. Oh, chickie van Harry Potter. Ja, lekker. Ja, maar met kort haar. Lekker. Ja? Ja, ik ben wel Harry Potter fan, weet je wel. Dat is als Victoria zeker, vervolgens niks weten. Ik weet nog wel, toen ik deel 4 keek. Dat ze van die trap afkwam. Ja, toen was ik verliefd. Toen was ik ook verliefd. Ik had letterlijk vlinders in mijn buik. Als ik er zo zou zien, los van de hele Harry Potter shit, zou ik er misschien op C zetten. Maar dat kan ik niet meer. Ik kan het niet ontkoppelen van Hermeline. Maar ze is ook heel leuk, ze is ook beleefd. Maar dat mogen we niet meetellen. Ik denk wel voor sowieso voor een B. Ja, B. Toch? Ja, B. Dan gaan we door naar de volgende. Eva Elfie. Klinkt ook als een p-ster. Oh, domme, moeten we weer kijken? Stop grabbing your willy and go to your local McDonald's and get putty chicken McNuggets for only $4.99. How do I download mods on Minecraft? How do I craft a workbench in Minecraft? Guys, I think this isn't a Minecraft. Our Lord and Savior Jesus Christ didn't sacrifice himself. Ja, hou maar. Nee, maar ik vind dit doet iets verkeerd. Doet veel verkeerd. Ja, of cum. Ik zag net cum. Oké. Dus kun maar door. Het is wel iets, maar... Ja. Frank en Slotta. Is dat? Oh, dat ben ik in een jurk. Maar er staat ook bij Best Female Performer 2025. Dus dit is jouw vrouwelijke alter ego. Oké. En jij gaat Best Female Performer winnen in 2025. Dat betekent dat je moet hebben op beeld. Oké, dus ik heb nog een jaartje. Dat is wel aardig. Ja, super wow. Toch? Super wow. Ja. Boom. Franka Slotta. Gal Gadot. Wonder Woman. Zij is ook heel knap. Ik ken haar niet echt eigenlijk. Ik zeg cum. Ja, ik ook. Ze hebben wel een groot voorhoofd trouwens. Ja, die dikke band. Die band is eigenlijk heel klein. Waar moet het opgevuld worden? Ja. Doe maar door. Gaan we door naar Gianna Dior. 2024 best foursome. Godverdomme, weer een ster. Zijn met je Dua Lipa. Doe je Dua Lipa echt tekort mee? Ja, dit werkt niet voor mij. Nee, dat werkt er niet voor mij. Nee, ik voel er niks mee. Nee. Oké, Indigo. Heb het koud in de video's van Stefan. Ja, dat is een classic YouTube moment. Je weet waarover het gaat, toch? Ik weet waarover het gaat. Ja, dat is waanzinnig. Dan komt Indigo het beeld te lopen en dan heeft ze het inderdaad waarschijnlijk koud. Nou, dan zie je wat nipple action. En je kan dus zien, maar die piek waar iedereen terugspoelt en zo. Nou, dat stukje is zo'n piek, 300% of zo. Al die vieze jongetjes die gaan terugspoelen erop. Smerig. Indigo. Ze heeft wel veel concurrentie hier, laat ik het zo zeggen. Ja, maar ik vind haar beter dan Prima door. Dus jij vindt haar in dezelfde categorie Ariana Grande, Beyoncé, Dua Lipa? Je zou eigenlijk moeten zeggen dat er nog wat tussen zit. Ja, eigenlijk moet er nog tussen B en C iets in, hè? Moeten we deze allemaal niet gewoon naar A? Naar A doen, ja. Dat is eerlijker. Dat is veel eerlijker. En dan komt Indigo B. Ja. Indigo, wij maken gewoon een categorie voor jou. Zo had het gewoon altijd moeten zijn. Eens. Jamila Jamil. Hoe is dat? Geen idee. Oh nee. Af. Als er een E was met eucalyptus erectie disallowed. Was dat hem niet? Jennifer Lawrence. Ben ik wel fan van. Ze heeft wel wat. Ja, ze heeft echt wel wat. En ze heeft humor ook. Daar categoriseerde me. Nee, klopt. Het gaat op uiterlijk. Maar ze heeft ook al uiterlijk wel iets. Ja, ze heeft wel iets, toch? Ja, zeker wel. Ja, nee, kijk, dit is natuurlijk zoals we het kennen. Cat is happy. Beter wel. Beter f***ing wel. Jodie Comer. Jodie Comer. Oh, zij. Steef, kun maar door hoor, maar ook niet meer dan dat. Ja, nee, zeker niet meer dan dat. Dus een C. Ik vind ons wel nog eensgezind eigenlijk. Ja, vind ik ook wel. Jutta Leerdam. Walt J. Pat. Dat is ook de enige prestatie. Ja, dat, voor de rest kent niemand haar natuurlijk. Niet iets van 12 keer Olympisch goud. Nee, precies. Mensen dachten ook dat het voorbij was, maar ze is nog steeds gewoon records aan het breken en zo. Ik vind het ook echt een leuk koppel. Unpopular opinion. Ik ship ze. Ja, ik zie het ook wel gebeuren dat ze ook wel echt heel lang gaan duren samen. Ik vind het leuk. B, zeg ik. Ja, ik vind C vind ik wel echt een kutcategorie. B. Dus ja, B. Katja Schuurman. Is geen nymphomaan. Is ze niet? Is ze wel, toch? Wat is een nymphomaan? Is verslaafd, toch? Zij is 100% verslaafd. Kunnen haar niet A, die zou ik ook wel doen. Ook in deze lijst? Of moeten we haar dan kunnen doorzetten? Nee, ik vind dat ze wel B verdient, hoor. Oké. Katy Perry.
Maar lekker ook. Heel lekker. Big rack. Ja, niet normaal. Ik wil even een foto van zien. Ik heb het lang niet gezien. Die clip van Firework. Ja, dat soort shit. Hè? Oh, jezus, wat een kanonskogel zo. Ja. Is dit hij nu? Nee, dat was hij ooit. Dang, dat is ja, niet best. Ja, dat is echt niet best, nee. Ja, die zit bij mij wel zo'n A. Ja. Nee, man, gast A. Kijk naar die meiden daar. Ja. Die hoort er gewoon bij, hoor. Eens. Kim Kardashian. En dit is, ja... Discutabel. Dit is discutabel. Ik ben er mening over verdeeld. Ik word hier niet heel warm van. Ik ook niet. Ik vind A, het spreekt geen piel. Nee. Heel stijfjes. B, het is ook geen leuk karakter. Ik heb nooit een interview van haar gezien van, hey, dit is grappig. Nee, maar dat gaat niet. Nee, dat maar het is ook gewoon geilheid. Klopt, ja. En daarnaast, als ik gewoon überhaupt naar haar kijk, ze heeft natuurlijk wel de big booty en appels. Ja, 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 ja. Maar, ja. Kort neuk. Neuk. Ja, kijk, tuurlijk is ze knap. Maar ik zou haar misschien wel B zetten, ja. Ja. En ik denk dat er heel veel mannen oneens zijn. Ja, maar zij is ook bekend geworden door een video. Laat dat er hoger scoren op deze lijst of later? Ja. Nee, ik gun haar B. B. Ja, vind ik ook. Gaan we door. Kylie Rocket. Oh, Jesus Christ. Dat klinkt echt weer als een... Ja. Jesus Christ. Kijk die foto. Wat is dit, joh? IMDB. Hebben ze ook een porno-categorie? Op IMDB? Dit is echt niks, hoor. Nee, dit is echt een D. Porno-sterren zijn allemaal D. Echt niet knap. Nee, D. Oh, mijn god. Margot Robbie. Ga maar. C. S bedoel ik. Margot Robbie kunnen we vrij kort over zijn, toch? Super wow. Dat is niet normaal. Maar kijk, je hebt wel een Wolf of Wall Street Margot Robbie en een dagelijkse Margot Robbie. Er is zelfs Barbie Margot Robbie, maar haar gezicht... Ja, wat een wijf, hè? Niet normaal. Laten we gewoon S doen. Super gewoon wow. S. We doen gewoon S. Marijn. Marijn, wat staat erachter bij Marijn? Volgens Frank knapper dan Emily en Lies. Oh ja, dat heb ik ooit gezegd in de video. Lies op 3. Oké. Emily op 2. Het is Marijn op 1. Ik zou Marijn wel op 1 zetten, denk ik. Dat denk ik wel. Dat was niet zo handig. Nou, ik vind sowieso... Ik vind dat Marijn wel bij de B kan. Ik vind dat ze zelfs misschien wel bij de A kan. Huh? Ja. Wat? Nee, dat is wel een beetje overdreven. Jij bent verliefd op haar. Nee, ik ben niet verliefd op haar. Jawel, als jij haar bij A hebt, ben je verliefd op haar. Jij bent verliefd op Marijn Kuipers. Enorme school! Als ik met Marijn Kuipers en Emily heb, is Marijn dan echt veel minder dan Emily? Ja, kijk, dat is een smaakding. Want ik vind ze wel een beetje vergelijkbaar. Alleen dan heel anders. Qua uiterlijk. Zeg maar niks hetzelfde. Zo. Nee. Brunet. Blond. Grote tiet. Kleine tiet. Semi. Kijk, grote reet. Enorm grote reet. Kan je Marijn zetten? Nee, tussen Dua Lipa, Beyoncé. Kijk, I love her. Ze is heel knap. Nee, ik ga met je mee. We doen het beter wel. B. We zijn er bijna. We gaan door. Megan Fox. Zo. Ken jij nog dat moment van Megan Fox in Transformers? Ja, met die motorkap. Ja, ja. Nou, ja. Dat was echt de eerste keer dat ik dacht... Van... Een boner had? Nou, ik denk het wel van een film, denk ik. Gewoon een normale actiefilm dat ik echt dacht... Doe even normaal. Machine Gun Kelly gaat er met haar. Ja, dat is ook zo'n vreemde combi. Ik vind het nu wel iets minder. Nee, zij houdt dat nog steeds. Zij houdt dat echt nog steeds. Margot Robbie is nog steeds gewoon... Nee, ik heb Megan Fox. Of Megan Fox. Dit is een hele goede foto. Ja, nee, ze is er nog steeds. Ze is nog steeds, jongen. En ze is 40 en maat. Dit was ook echt die stilo uit die tijd, 2007. Gewoon zo zagen die meiden er toen uit. Niet normaal. Prime, hè? We gaan over de prime, hè? Ja, zit zij op S? Misschien wel, hè? Ik denk het wel, man. Oh, ik denk het ook wel. Ik wil bij de S wel zitten, man. S is super wow. Mila Kunis. Family Guy. Family Guy, ja. Meg. Meg. En van de That 70's Show. Ik vind haar ook wel misschien wel S. Ja, ik vind haar ook wel S. Zij heeft echt iets. Haar stem, haar hoofd, haar... Die ogen zijn lijp. Oké, okay, tranquilo, goed. Ja, kom, hey. Ja, Steve. Steve. Ja. Steve. Ja. Steve. S. Ze zijn genereus in één keer. Ja, maar dit zijn wel echt een paar klappers hoor. Monica Geus. Oh, Monica Gigi. 1,4 miljoen Insta-volgers. Ja, Monica. Waanzinnig wijf natuurlijk. Ja, niet normaal. Kan die op de A? Ja, nee. B. Want C doen we haar echt tekort. En A. A kan ze ook niet bij. Nee, Beyoncé. Gewoon B. Natalie Portman. Vind ik wel geil. Vriend van Thor de Dondergod. Pak eens een foto van haar. Natalie Portman. Goeie naam. Voor een kutwijf. Zij, daar ken je toch wel. Ja, dit is voor mij wel een A hoor. Voor mij niet. Is het voor jou wel een B? Een B. Hoe meer foto's te kijken, hoe meer met je meegaan. Maar als we Natalie Portman doen. Prime. Dan kom je bij Amazon. Hier, kijk eens. Bam, gearresteerd. Oh, bam. Shit. Dus neem me de boeien. Speelt ze ook f***ing weetje van Star Wars? Ja. Oh. Denk ik. Hier, hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Klik eens in Natalie Portman Star Wars. Zij was de vriendin van, Luke Skywalker. Luke. Ja. Ja, wel lekker of zo. Ja, hier was ik wel verliefd op. Ja, zie je wel. Zie je? Ah. Ik weet nog wel toen ik in deel 3 was met Star Wars. En dan gaan zij trouwen en zo. Gaan ze dan neuk? Ja, volgens mij wel. Ja, toen had ik wel ook echt een movie boner. De Star Wars Natalie Portman voor mij absoluut een A. A, doen we dat. Mensen, ik wil toch even weten ook tussendoor. Laat even weten wat jullie denken, hè? Want we zitten natuurlijk ook hier voor jullie. Dus laat even weten in welke hoek jullie zitten. We gaan naar de laatste 10
Rihanna. Hij heeft 2 kinderen met A$AP Rocky. Rihanna is wel s**speel, maar... Ja, waanzinnig wij. En die... La la la, la la la, la la la, la oh. Dit is gejank. Ja, zij, ik vind haar wel echt heel knap. Ja, ik denk dat dit echt wel richting S komt, hoor. Kijk, stel we doen Rihanna, 2005. Oeh. Kijk deze. Oeh, nee. Oh, 2010. Dat is kort haar. Zo rood haar. Oh ja, dat was met een friend with the monster. Ja, hou maar. 2014. Oké, misschien tier A. We moeten gewoon voor A gaan. Rihanna moet A. Ik hoor je. We kunnen ook heel cool. Riley Reid. Zo, best zien 2022. Nou, wat een prestatie, joh. Riley Reid, ja, die was ook met die Logan Paul video's en zo altijd. Dat is echt wel, zij heeft wel iets of zo. Oh, dat had ik niet verwacht dat zij zou doen eigenlijk. Ja, maar nu ben ik ook wel echt benieuwd naar die... Kun maar door. Ik ben ook wel akkoord met C. Scarlett Johansson, Prime. Nou, hier... Ex van Ryan Reynolds. Kappen met een ex van Ryan Reynolds de hele tijd. Kappen met deze shit. Deze vrouw is wel echt waanzinnig. Ja? Ja, toch. Hallo, kijk nou, man. Ja. Hey. Ik weet niet hoor, Frank. Hoezo niet? 2010. Nee, ik zou echt niet meer een B geven. Je zou haar geen B geven. Kan het zo zijn dat mensen bepaalde foto's misschien minder mooi zijn, maar dat ze in de video gewoon veel mooier zijn? Ja, dat kan zeker. Ik ken wel mensen inderdaad die dan op beeld, op foto's, denk ik van, dit doe je jezelf tekort. En in het echt veel knapper zijn. Maar andersom ook, hè? Ja, ik weet niet hoe zij er het echt uitziet. Ik vind de foto's B, max. Ik vind eigenlijk dat je haar wel daar tekort doet, man. Gaan we door. Shakira. Welbekende belastingfraudeur en voorbeeld voor Daniel. Shakira wel echt lekker. Hips don't lie, hè? Ja, dat is gewoon van Shakira, es tu? Nee. Shakira, es tu? Alleen hiervoor geef ik er al echt een A. Wacht even, kijk, Shakira in die clip. Oh nee. Je moet Shakira Beyoncé, doe Shakira Beyoncé. Deze clip was stering vet, gozer. Ja, hier was ik ook verliefd op vroeger, man. Ik weet nog dat deze clip kwam van deze twee. En toen was, dit was echt het moment dat je dacht van, kunnen we echt de twee knapste vrouwen op het moment? Zo, Beyoncé ook. Moeten we haar niet op S zetten eigenlijk? Ik ben van mening veranderd. Ik vind haar eigenlijk toch wel heel lekker. De drama. Luister, ik weet het goed gemaakt. Van mij was Shakira op A en Beyoncé op S. Super wow. Ja, Shakira is wel hallo, hé. Nee, Shakira op A, Beyoncé op S. Ja? Ja. Ah, ik vind Shakira wel echt geiler, man. Nee. Nee? Dan laten ze allebei op A. Misschien moeten we daar nog later een beslissing in. Oké, dan gaan we door naar... Miss Universe. Dit is onze kat. Dit is ons straatje. Shine is. Wij hebben echt best wel veel ervaring in het beoordelen van beauty queens. Zoals jullie weten zijn wij expert. Wij hebben in de jury gezeten van een lokale misverkiezing van de provincie Overijssel, Drenthe bedoel ik. En daar hebben we zoveel ervaring op gedaan, dus we weten ook waar we nu over praten. Ja. Is dit een vent? Ja. Vent? Is dit een vent? Nee, dit is geen vent. Oh, wacht eens eventjes. Dus dat is deze. Dat is die, ja. Shakira is weg. Waar is Shakira? Huh? Zeg toe. Shakira is weg. Moet je Shakira erbij doen? Ja, hierzo. Shakira, wat? A. En dan de Miss Universe op C. Vind ik, persoonlijk. Ja, waar zitten we nou naar te kijken? Wat is dit nou, joh? Dat had je moeder kunnen zijn. Sofia Verga... Oh. S. Super wow. Lekker accentje. Ze vent? Nee. Oh. Van de kanonskogels. Doe even een scène op YouTube. You're such a big one! Mine is gonna be scattered! Many have me the gun! Dit is toch waanzinnig? Ik ben niet overtuigd voor een S, man. Jij wel? Ja, ik wel, man. Als jij Shakira bij A zet, wil ik haar ook wel bij A. Oké. Moeten we haar zo overtuigen? Sydney Sweeney. Droom van Quentin. Deze vind je? Dit is ook mijn droomvrouw. Deze staat bij mij bovenaan. Maar luister, ik heb vorige keer dat wij dit deden, heb ik ook de lijst gezien van Quentin. Ja, die was ook die met je blok. Hij had een paar meiden op de S tegen. Heb jij een bril nodig? Absolutely. Not. Maar hierheen? Maar heeft hij gelijk? Sydney Sweeney, pak het erbij. Dit is voor mij. She takes all your boxes. She takes all my boxes. Sydney Sweeney is het, man. Ik heb haar laatst gezien bij Oh, Hot Ones bijvoorbeeld. Oh ja, wel knap, ja. Maar dan ga je niet vertellen dat het een S is. Wat? Nee, dat is geen S. Nee, kom op. Nee. A, kan wel. Nee, ik accepteer geen A. Het is wel een S. Ja, maar hier zie je dat toch, dat we toch wel net een andere vrouw vallen. Dit is wel inderdaad een meisje. Ik zou, als ik haar zie, zou ik zeggen, dat is een Frank meisje. Maar dit is het wel hoor, Steve. Steve, dit is het. Ga niet zo verliefd kijken. Schat. Ja, leuke vrouw. Ja, ik vind S wel te hoog hoor, man. Ik zeg heel eerlijk. Wat? Heb je gezien wie er allemaal op A staat, Frank? Heb je gezien wie er allemaal op S staan? Angelina Jolie, Margot Robbie, Frank, Megan Fox. Ja, maar kijk waar jij er boven gaat zetten dan. Ja, maar dit is meer dan dit. Nee, sorry. Nee, ze kan niet over de A heen, Frank. Helaas. Nee. Gaan we niet doen. Veto. Gebruik je echt je veto hiervoor? Ja. Ja, dat vind ik echt triest. Sylvie Meis. Zij qua uiterlijk heeft zij wel A, die zou ik ook wel doen. Is ze blond, heeft ze grote borst? Doe je deze Sylvie Meis? Deze Sylvie Meis. Vind je hiervan dan? Nee, ik ga niks zeggen, want jij gaat een ander plaatje daar neerzetten natuurlijk. Ja. Ken jou. Maar dit vind ik lekker. Ja? Dit vind ik heel lekker. Ja toch? Ja. Dit vind jij geil. Dit vind ik echt geil. Dit tikt all my boxes. Ja, A. Ja, A. Taylor fucking Swift. Zal ik wat zeggen over Taylor Swift? Zeg er wat over. Ik was verliefd toen ze dit nummer deed. Oudje is
Leuk nummer ook. Een catchy nummer wel, hè? Dat is goed hoor. Waanzinnige tune. Ja. Maar, nou ja, ik zou zeggen B. Ja, B. Dus qua uiterlijk heeft ze het niet mee. Ik vind dat knap, maar... Ja, ik vind het ook wel knap. Maar nu ze bijvoorbeeld kort haar heeft, ja, het is klaar. Gaan we door. Tori Black. Is dat weer? Klaar. Dat doet iets verkeerd. Is niet echt een naam ook. Kom maar door. Prima. Zendaya. Ja, S misschien wel. Voor mij. S? Misschien wel. S? Ja. Waar vind jij haar heel knap? In een video? In een film? Overal. Ja. Ik zag wel van de week nog een video van haar op een rode loper ergens. Ja. Toen was ik weer verliefd. Ja. Hij is nog een kind, man. Gorgeous LV show in Paris. Ik vind het hier wel minder. Nee, Steve. Ik ga niet mee. Doe eens foto's gewoon. Ik zet mijn veto in. Ja, hij is wel echt heel erg knap, hoor. Ik zie wat je bedoelt, want ik had laatst deze video gezien. Kijk, hier. Ja, van een 5. Absoluut. Geen S. Ik heb een leuk feitje over Tom Holland. Ik was toen in Milaan bij een afterparty. En een vriend van mij daar, die deed iets grappigs, weet ik niet wat. En een gozer die bij mij aan het chillen waren daar, die maakte zo'n filmpje ervan. Die had hem op zijn story gepost, had hem getagd. En die dag daarna werd hij wakker, toen had hij echt fucking veel volgers bij. En allemaal van die Tom Holland fanpage van wie is deze gast? Toen bleek dat we de hele avond met Tom Holland aan het chillen waren. Goed verhaal! Maar ik was meer onder de indruk van Jon Snow. Die was ook. En ik keek toen net Game of Thrones. Ik heb met Jon Snow gepoeld. What the fuck? Hij komt met mij te zien. Niet! Ja, ik zweer het. Tom Holland, knappe chick aan de haak geslagen. Ja, maar Tom Holland vind ik zelf ook fucking legend. Ah! Ah, is goed. Nou, what the fuck is dat laatste? Miss Zuid-Afrika. Als eerste zwarte vrouw. Doe iets verkeerd. Maar... Zozi Bini... Je ziet toch al het korte haar en heel knap gezicht. Knap gezicht. Ik hou niet van het korte haar, man. Ik hou ook niet van het korte haar, dat zag ik al. Ze doet wel verkeerd. Ze doet iets verkeerd. Maar elke keer als ik een korte haar zie, denk ik, doet iets verkeerd. Maar elke keer als ik een lange haar zie, denk ik, ja... Nee, besef wat we allemaal bij die D hebben staan, die erbij. Ik vind haar niet tussen, hoor. Ik vind dat we haar wel de same. Steve. Dan hebben we hem. Veel A. Veel, heel veel A. En eigenlijk moet deze gewoon weg. Franka Sotta. Maar oké, dus we hebben nu de grappigste super wow. We hebben Angelina Jolie, Margot Robbie, Megan Fox en Kila Mouris. Mila Kunis. Mensen, laat weten welke 5 zijn super wow. Ik wil het weten van deze lijst. Of zeg in de comments welke we echt vergeten zijn. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ja, Shakira kunnen we nog op super wow doen. Beyoncé kunnen we nog super wow. Sydney Sweeney moet eigenlijk op super wow. Maar Steve, helaas, heeft geen smaak. Nee, okay. Ik vind het wel prima lijst. Steve, prettig zaken te hebben gedaan. Mensen, ik hoop dat jullie het eens zijn met deze lijst. Abonneer op Slot en abonneer op Steve, want er is bijna 1 miljoen abonnees. Mensen, bedankt voor het kijken. En dan zien we elkaar volgende week. Laten we weten als Milo weer een keer niet kan. En mocht jij nou de extra beelden willen zien die we hier hebben, ga dan naar onze community. Die zie je ook in de beschrijving. Petje af. Zie je daar. Later. Groeten!